zijn MMA, DNA, ProPix voor UFC 232. Aankomende weekend in Los Angeles. Ik ben een Nunes tegen Cyborg. Cyborg moet echt gaan werken, maar ik ga toch voor Cyborg punten. Maar zelf Frits en als Nunes het zou lukken. Maar toch Cyborg op punten. Amanda Nunes versus Chris Cyborg. Ik denk een zeer mooie partij. Vooral voor het vrouwen-MMA weer extra op de kaart te zetten. Toch ga ik in deze wel voor Cyborg. Ik denk dat Cyborg zeker niet technischer is. Eigenlijk niet de betere MMA-vechter is, maar wel fysiek veel dominanter zal zijn. Meer haar wil op de partij zal leggen. En ik denk dat Amanda Nunes misschien onder de druk zal bezwijken. Ik denk in ieder geval niet dat ze het gaat halen. Ik is inderdaad een hele mooie partij voor het vrouwen MMA, twee waardige kampioenen. Ik denk inderdaad ook, ik ga met Chris Cyborg mee en dan ook als ik kijk vooral naar Amanda Nunes, de laatste twee partijen, dan heb ik het niet over de partij tegen Raquel Pennington, maar haar partij tegen Valentina Shevchenko, de 125 kampioen. Ja, in mijn ogen kwam ze daar toch iets te kort. Chris is fysiek gewoon enorm sterk en ik denk dat ook Amanda niet de juiste massa heeft aangenomen over de maanden heen. En in plaats van spiermassa heeft ze gewoon vetmassa gecreëerd. Ik denk wel dat het een geweldige partij wordt, maar ik ga ook inderdaad Amanda bezwijkt onder de druk Chris Cyborg. Amanda Nunes versus Chris Cyborg. Ik geef de winst aan Amanda. 100%. Cyborg is explosief, kan hard stoten. Amanda heeft precies hetzelfde, alleen haar pakketje is gewoon net even wat completer. In dat Amanda is gewoon staan beter, het is technische. De power gaat misschien iets meer naar Chris, maar Amanda, ik heb met haar getraind in Amerika. Zij is gewoon top dominant, grond, staand. Op elk aspect van het spelletje is zij gewoon beter. Dus ik denk tweede ronde... Of derde ronde, KO winst, Amanda Nunes. Chris Cyborg tegen Amanda Nunes. Cyborg, ik denk op punten. Zijn we aangekomen in de co-main event tussen Amanda Nunes en Chris Cyborg. Nou, dit wordt een heel spectaculaire partij. Maar ik ga toch voor de upset. Ik ga zeggen dat Amanda Nunes gaat deze partij winnen. Ik weet niet hoe, maar Amanda Nunes gaat deze partij winnen. Cyborg tegen Amanda Nunes. Cyborg wordt een jaartje ouder. En ze heeft nog niet echt heel veel problemen gehad de laatste tijd. Ook niet tegen Holly Holm. Maar ik zou niet verbaasd zijn als Amanda Nunes deze wint. We gaan natuurlijk allemaal vanuit dat Cyborg weer een vrouw om zeep gaat helpen. Maar het zou me niet verbazen als Amanda Nunes toevallig een keertje wint. En wat mij betreft kan die partij allebei de kant op gaan. Zou allebei kunnen. Of we zien Cyborg domineren. Druk vanuit het midden van de octagon. Controle, de constant controle. Maar Amanda Nunes zou ook wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Zeker met de boksen en de kickboksen. Amanda Nunes tegen Cyborg. Ja, deze is ook voor Cyborg. Cyborg is krachtiger, langer. Het gewicht gewend. Ik zie dat Cyborg winnen. Ik denk na 5 rondjes op punten. John Jones tegen Gustafsson. Ik ga voor John Jones, maar toch, ik gun het Gustafsson meer. Ik haat cheaters. Als ik ergens een hekel heb, zijn cheaters. Dus, maar rook is vuur, en maar vuur is rook, je weet wat ze zeggen. Dus ik denk dat Jones wel gaat winnen, maar ik gun het Gustafsson meer, dus mijn gebedje gaat naar hem. Wat denken we van John Jones tegen Alexander Gustafsson? Ik vind het echt moeilijk, weet je. We praten hier niet alleen over een gunfactor. Ik gun het Gustafsson, absoluut, maar ik ga toch voor Jones. Hij is heel orthodox, rare stijl, onvoorspelbaar en hij is jong, gemotiveerd en ja, omdat je nog zo jong bent en een lange tijd eruit, dan kan dat wel echt voordelen hebben en dan kun je beter worden. Dus ik zeg toch Jones. Ja, en deze ben ik het helemaal met je eens. John Jones is, hij blijft wel heel erg smerig goed, om het zo maar te zeggen. Ik vind die Gustafsson echt een goede atleet, maar ik denk dat hij wel in deze partij en deze rematch ook weer net iets te kort gaat komen. Hoofdpartij, John Jones versus Gustafsson.
Ik geef hem aan John Jones, maar het wordt wel een dubbeltje op zijn kant. John Jones heeft natuurlijk heel lang uitgezeten. De eerste partij die ze vochten ging echt gelijk op. Ging echt redelijk gelijk op. Alleen aan het einde trok Jones de partij naar zich toe. Die voordeel heeft Jones nu niet helemaal, omdat Jones van tijd uit ligt. Gustafsson ook wel weer. Maar Jones heeft de X-factor en dat heeft Gustafsson niet. Dus ik denk... Ik denk dat de partij hetzelfde eindigt als de eerste. Ook gewoon dat het close wordt dichtbij, 4-5 rondes lang. En aan het einde dat de Jones een of wint op punten en dominantie. Of net even een ground and pound eruit gooit. John Jones tegen Alexander Gustafsson. Jones op knockout. Gustafsson en John Jones. Nou, dit wordt een ongelofelijke mooie rematch. En ja, jammer dat we weer weer aan de hand is met John Jones. Maar ik ga toch zeggen, John Jones gaat deze partij winnen. Hij gaat zijn titel pakken en hij gaat winnen van Gustafsson. John Jones tegen Alexander Gustafsson. Ik denk dat ondanks alle controverse, alle gekke weer steroïde problemen van John Jones, dat hij het toch gaat doen. Ik denk dat hij gewoon net een stukje beter is dan Alexander Gustafsson. En hij heeft de juice erbij. Dus ik denk dat Gustafsson er net niet aan te pas gaat komen. Ik zal zeggen TKO in de vierde ronde voor John Jones. En dan de main event. In deze ga ik voor de underdog Gustafsson. En ik denk dat Gustafsson iets beter in shape is. Ik denk dat Jones heel veel over zich heen heeft gekregen. Ik weet niet of hij daar volledig uit hersteld is. Gustafsson heeft tussendoor nog goede partijen gevochten. Dus ik geef het lichte voordeel voor Gustafsson.